Hi, ik sta hier vandaag op een hele bijzondere plek. Je ziet het vanaf de buitenkant niet, maar hier achter mij, ergens onder de grond in een bunker uit de Tweede Wereldoorlog, kun je namelijk zouttherapie volgen. En dat ga ik vandaag doen. Welkom, goedemorgen. Dankjewel, goedemorgen. Welkom naar de bunker toe. Dankjewel. Dit is een zoutbunker. Wat houdt dat precies in? Eeuwenlang waren de zoutmijnen. Hè? Medewerkers die in de zoutmijnen hebben gewerkt, waren meestal heel erg gezond. Terwijl ze een behoorlijk wat pittige werk hebben gedaan. En in begin jaren 80 was er behoorlijk wat onderzoek gedaan. Hoe kan je het effect van zoutmijnen namaken? En het resultaat is de zoutkamers. Oké. En waar komt het zout vandaan? De zout komt of uit Transylvanië of uit Himalaya. Oké, nou, ik ben benieuwd. Ik wil het graag wel zien. Mag ik binnen? Ja, tuurlijk. Je mag gewoon met je schoenen naar binnen. Dit is zout. Dit is alles is zout. Wow. Oké. Ik vind het echt geweldig. Oké. Ja. Zometeen hebben jullie hier in de Sophia-kamer de behandeling. Zo ziet het eruit wanneer zonder licht te zijn. Dan ziet het zo uit. En het is zoals je ziet, alles is met zouttegels. Mag ik één? Ja, tuurlijk. Ja. Nou, het is minder zout dan ik dacht dat het zou zijn. Jammer. En waar is het nou eigenlijk allemaal goed voor? Waarvoor is het niet goed voor. Okay. Maar het is zeker heel goed als je longproblemen hebt, mm-hmm. of astma, bronchitis, COPD. Als je huidaandoeningen hebt, psoriasis, eczeem, is het heel goed. Mm. En waarom een bunker uit de Tweede Wereldoorlog? Nou, iedereen heeft ons letterlijk en figuurlijk bijna gek verklaard. Mm-hmm. Hoe kan je in een zo'n smerige bunker überhaupt zoiets wat realiseren? Maar uiteindelijk is het toch gelukt. Ja. Het is juist omdat het is 1,5 meter dikke muren plus mm-hmm. de Himalaya-stenen overal. Dus het hele lawaai, die sluit je af. Dus het is eigenlijk juist een hele goede plek. Eigenlijk, het is een absolute, de beste plek. Ja, oké. Ik ga zo meteen een therapie volgen van 50 minuten. Ja. Wat gaat er precies gebeuren? Heel weinig. Je gaat lekker in een stoel zitten. Je krijgt een warme deken. Ik ga de generator aansluiten. Je hoort al in de achtergrond een leuke muziek. De lichtjes gaan veranderen. En dat is het. En dat is het. Is het weer lekker? Ja. Nou, Clyde, we hebben net een therapiesessie gevolgd. Klopt. Hoe voel je je? Naar omstandigheden goed. Mm-hmm. Deze therapiesessie die helpt me echt wel om weer op adem te komen, zeg maar. 2 maanden geleden heb ik corona gehad. Mm. En heb ik een hele heftige longaandoening gehad. Een embolie, longembolie. Oh, okay. En ik ken Suzanne van een tijdje terug. Al heel lang ken ik haar. En ik wist dat ze hier was begonnen. En toen is ze gevraagd van, nou, wil je het proberen? Ik zeg, ja, ik wil alles wel proberen om ervoor te zorgen dat mijn longinhoud weer beter wordt. Ja. Ik heb dit al een aantal keer gedaan. En ik merk echt wel dat het werkt. En op wat voor manier merk je dat? Ik krijg er echt wel meer lucht van. Oké. Ik vond het op zich best wel een ervaring. Sowieso, je proeft het zout in de lucht. En daarnaast is het gewoon 50 minuten liggen. Ja. Het is gewoon niks doen. Vind je dat niet lastig? De eerste paar keer vond ik dat heel erg lastig.
Maar nu dat ik eraan gewend ben, vind ik het echt wel een verademing dat ik even echt uit de drukte weg ben. Mm. Ik bedoel, midden in de stad helemaal geen geluid horen. Ja, dat vind ik echt wel fijn. Ja. Ja. Ja, dat vond ik ook wel. Ja. Je hebt echt het gevoel alsof je op een heel ander stukje zit, op een hele andere plek, terwijl je eigenlijk gewoon midden in het centrum van de stad zit. Ja, absoluut, absoluut. Ik zou iedereen aanraden. Zeker. Nog een beetje opsnuiven. Ja, gaan we weer de drukte in.